Hallo lieve tweelingen, gefeliciteerd en welkom in je eigen seizoen. Wat heerlijk om dat allemaal te ervaren, die voorspoed en die mentale kracht van jullie, die eigenlijk als quicksilver is, ruled by Mercury. Jullie zijn de snelle denkers, jullie zijn de Sherlock Holmes. En soms kan het ook heel zwaar zijn, hè? Dat je, ja, je al die inzichten hebt en zo snel bent en... De wereld lijkt soms veel langzamer te lopen in jullie perceptie. Wat hebben wij deze maand voor jou? Nou, kijk, je begint een beetje met je mentale niet schrikken. Het is de Ten of Swords met een uiltje in de boom. En het ziet er een beetje gruwelijk uit natuurlijk met al die zwaarden. Maar de zwaarden staan in het tarot voor het mentale, voor het denken. Je zit aan het einde van een cyclus. En nu openbaart zich de flow en de synchroniciteit in je leven. En het is eindelijk compleet waar je nu uitkomt. Eigenlijk kom je nu pas bij je eigen waarheid uit. Nu kom je in je kracht te staan. Nu kun je gaan leven vanuit je volle potentieel. En het thema van deze maand is de waarheid. Jouw waarheid. Wat is goed voor jou? Waar functioneer jij het beste bij? En dit is dus achter je. Maar het zegt wel dat het gewoon ook een worsteling is geweest om voor jezelf te kiezen. Moet je kijken wat je in de tweede week van juni krijgt. The Ace of Cups. Nou, hoeveel zegeningen wil je hebben? Is echt prachtig. Helemaal vervuld, en dit is dan wel emotie, maar helemaal vervuld van je eigen waarheid, van je eigen zoektocht, van dat waar je zelf voor staan wil. En hoe mooi is dat om thuis te komen in jezelf. En dat dat dan ook nog wordt gedragen door alles om je heen, is natuurlijk een blessing. En dat heb je ook in de derde week. Je hebt de Nine of Cups. Ook emotie, maar je bent heel erg tevreden over dat wat je bereikt hebt in het leven en daar waar je uitgekomen bent. Je bent trots dat je getransformeerd bent, dat je schaduwzijde, en dat is met 18 mei, met die volle maan in Schorpioen, je hebt je schaduwzijde aangekeken, je hebt je innerlijke werk gedaan en nu kun je dus de beloning oogsten. Ja. Dat dan weer wel? Hey, hoe fijn is dat? En in die laatste week van juni, dit is de Queen of Wands. En zij is de fire sign. Zij is degene met de nieuwe initiatieven, met de meeste daadkracht, met de meeste power. En jij komt helemaal in je kracht te staan. En dit is dan wel vuur en jij bent dan een mentaal geregeerd teken. Maar je weet waar je voor staat en je weet wie je bent. En je bent daar uitgekomen waar je wil zijn. Ja, dan ben je goed bezig, zeg ik. Dan ben je heel erg goed bezig. En welke engel heb ik voor jou? Ik heb voor jou Nathaniel. Mooi, hè? En deze kan... Vooral in die eerste week van juni kan die je helpen om een nieuwe pagina om te slaan. Om al wat niet meer bij je past gewoon opzij te schuiven. En je kunt dat in een gebed doen of een meditatie. Dat je zegt gewoon, lieve Nathaniel, wil je mij helpen om mijn eigen waarheid te vinden? Wil je dat wat niet meer bij me past laten wegvallen op een organische manier? Mag ik bij mezelf uitkomen en mag ik leven in de voorspoed die er voor mij is? En zo het is, en zo het is, en zo het is. En als je zegt van nou, Mabel, leuk hoor, maar doe jij maar een mooie meditatie, prayer voor me maken, doe ik dat natuurlijk met liefde. En als je zegt van nou, ik kan zelf ook wel een poepie schrijven, maak je een mooi gebed voor jezelf. Ik wil het met je delen, mijn gebed, waar heb ik het gelaten? Nou, ik kan dat ook uit mijn hoofd doen. Dan zeg ik, ik ben van het God, niet van de kerk. Maar je kan ook zeggen de intelligentie of de kosmos of
het ontbrekende Higgsdeeltje. Ik geloof dat de energie die we niet zien om ons heen, de ether, liefde is. En als je je daarmee verbindt, als je in heel mijn hartcoherentie bent, ben je 0,1 hertz. En laat dat nou ook de trilling van het universum zijn. En als je dus helemaal verbindt met je ogen dicht en je zegt, lieve Nathaniel, wil je mij connecten met mijn waarheid, met mijn hogere zelf, met mijn innerlijke wijsheid? Laat me dat tentoonspreiden wat het beste is in mijn belang en voor iedereen om me heen. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. En ik bedank dan, en wie had ik van de week? Metatron. Ik bedank Metatron dat ik de boodschap van heling en licht mag verspreiden op een speelse en creatieve manier. En dat ik dankbaar ben dat ik mijn heilige vuur teruggevonden heb. En ik weet niet wat jij gaat terugvinden, maar dat je het terugvindt, dat is zeker. En hoe fantastisch en hoe mooi dat je dat... het lijkt voor een buitenstaander dat je het in je schoot geworpen krijgt. Maar je hebt er gewoon zelf ook heel hard aan gewerkt. En je bent gewoon heel dapper geweest. En je hebt gewoon een aantal zaken die je echt heel erg in de weg zaten, heb je opgelost. En misschien zeg je van, ik ben een echte Gemini en ik voel dat nu al, want ik ben daar heel erg mee bezig. Misschien zit je al in die vibe. Ik heb daar ook over het algemeen wel last van dat ik een iets vooruit loop. Ik ben Ram met maagd ascendant en mijn maan staat in kreeft. En ik hou ook al van tempo en jullie ook. Dus misschien zeg je wel van, ja, ik herken het nu al. En dat kan natuurlijk, want wie ben ik om te zeggen dat jij er niet als eerste bij mag zijn. Ik wil je bedanken dat je de moeite hebt genomen om het filmpje te bekijken. Ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent. Misschien wil je je abonneren en dan ben je als eerste. Dat is wel wat bij jullie teken past. Ben je als eerste op de hoogte van wat ik upload. En als ik iets voor je kan betekenen, mag. Heel erg graag. En zo niet, dan zie ik je heel lekker weer in juli. En geniet van alle voorspoed en van je verjaardag. Met al mijn liefde.